Er is een land waar we nog niet eerder waren. Een land met littekens. Het imponerende cultuurpaleis is een Russisch cadeautje uit de jaren 50. Volgens de meeste Polen is dit het mooiste plekje van Warschau. Daar zie je tenminste dat afschuwelijke cultuurpaleis niet. Het Lazienkowski Park, of Badkamerpark, hoorde bij het vroegere Koninklijk Paleis met tuin. De laatste Poolse koning moest na de tweede Poolse deling in 1795 vertrekken. Van het vroegere Koninklijk Paleis resteert nu nog een klein stukje zuilengalerij. Daar is ook het graf van de onbekende soldaat. Gesneuvelden van 972 tot 1945 worden hier geëerd. En ook uit Arnhem, 1944. Vanaf hier ontwaren we de contouren van de oude stad. Gemeten naar de omvang van Warschau nu, was dat maar een dorp. Voor 1939 was Warschau beroemd door een enorme rijkdom aan gebouwen en uitgaansmogelijkheden. De stad werd zelfs vergeleken met Parijs. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de stad met de grond gelijk gemaakt. Eerst bij de Duitse inval. Na de opstand maakten de Duitsers het karwei af. Aan het eind van de oorlog lag 90% van de stad in puin. En de wederopbouw? Daar wist de communistische propaganda in de jaren 50 wel raad mee. En zo werd Warschau de nieuwste middeleeuwse stad van Europa. Overal is het voorjaar uitgebroken. Een groepje nonnen hoort bij de vroege vogels die het park bezoeken.
Het zijn meiden van een jaar of 16, 17, die hun beroepskeuze blijkbaar hebben gemaakt. Met de complimenten van je decaan. Bankje in de zon is het in dit voorjaarsweer ruim genieten. In het park staat een monument voor Chopin. Van het voor de zondagmiddag beloofde openluchtrecital om 4 uur is niets te bekennen. Van het voorjaar tot in de herfst, heet het. Blijkbaar had men vandaag nog niet op het voorjaar gerekend. De trein staat al keurig te wachten en vertrekt ook nog op tijd, richting Krakau. Is het 275 kilometer naar het zuidwesten. Bruisen doet het in Krakau veel meer dan in Warschau. Dat ligt misschien aan het weer, maar zeker en vooral aan het authentieke, het historische, dat uit Warschau weggebombardeerd is, voorgoed. Het centrale plein wordt gedomineerd door de Lakenhal. Het doet een beetje Zuid-Europees aan. We zien hier de Poolse Renaissance stijl. Het beeld is dat van Mickiewicz, de grootste dichter van de Poolse romantiek uit de 19e eeuw. Het lijkt hier ook even katholiek als in Zuid-Europa, zo niet katholieker. De Mariakerk uit 1290 is een monumentaal
en indrukwekkend voorbeeld van. Het loopt er af en aan. En heus niet alleen met biechtelingen. In de communistentijd sloot je aan bij willekeurig welke rij. Want dan was er iets interessants te kopen. Tegenwoordig weet je dat een rij wachtende een ijsverkoper of een biechtvader verraadt. Polen zijn dan misschien even katholiek als Spanjaarden of Italianen, maar niet half zo rumoerig. Krakau is een klassiek voorbeeld van een middeleeuwse stad. Aan een bocht in de rivier de Wisla, bij een kasteel en op een kruispunt van wegen, met de tijd voorzien van een stenen muur. Nog altijd is de rivier het ontmoetingspunt. De raadhuistoren is een overblijfsel van het 16e-eeuwse stadhuis. Dat werd in 1820 afgebroken om meer ruimte te scheppen op de markt. Even ten zuiden van Krakau ligt de zoutmijn van Wieliszka. Wij blijken niet de eersten vandaag die op hetzelfde idee zijn gekomen. Na 5 kwartier wachten gaan we per trap de 65 meter diepe schacht in. Houten trappen, prima geventileerd en nergens een nooduitgang. We treffen een Nederlands sprekende gids. Dat heeft hij bij de nonnen in Tilburg geleerd in een stoomcursus. Leefding van Grijen, prinses Kinga, in het Duits Kunigunde van de Gonde, de dochter van de koning Bela de Vierde. Zij werd aan de Poolse prins van Krakau, Boleslav, uitgehuwelijkt. Voordat ze maar naar Polen was vertrokken, smeekte ze haar vader om een mooie bruidschat. ...1698 opgedragen. En hier is alles van zout. De muren, de beelden, altaar, de preekstoel daarachter. Ja. Ook de luchten. Ja, de pegels, dat is wit, doorzichtig zout, kristal, zout. Maar de eigenlijke kapel bevindt zich daar binnen. U moet ook naar binnen kijken, alsjeblieft. En daar zijn de meeste dingen sterk beschadigd. Door de grootste vijand hier. Door het water. Ja. In deze mijn is gedurende 7 eeuwen gezwoegd, gezweet en ongetwijfeld gevloekt. Vandaar die kapellen en kruisbeelden overal. Konden die geteisterde mijnwerkers weer even geestelijk schoon schip maken. Er waren zelfs paarden 100 meter onder de grond. Bij de verandering van de richting moesten de paardjes vroeger worden omgedraaid. Maar we hebben onze paardjes nu een beetje geklein. We dalen nog wat verder af. Een van de indrukwekkendste ruimtes is de Kinga-kapel. Kinga was de dochter van een Hongaarse koning. Trouwde met de hertog. Nou ja, dat verhaal hebben we al gehoord. Thank you.
Het diepste niveau van de mijn is zo'n 130 meter onder de grond. Het is hier een graad of 14. Een paar dagen geleden waren we daar boven de grond nog blij mee. Er is op deze diepte een restaurant, een sporthal, een concertzaal, een postkantoor en een tentoonstellingszaal uitgehouwen. Vlakbij Krakau is een ander litteken uit de Europese geschiedenis waar we niet aan voorbij willen gaan. Het geeft een extra dimensie aan je 4 mei besef, geloof ik, te gaan naar deze plek, die een symbool is en geen werkelijkheid meer.
blije boel vandaag. Herdenking van de dag van de grondwet uit 1792 alweer. Dat is toch een paar jaar eerder dan Nederland. Een groot deel van de menigte spoedt zich naar het Wawelkasteel. Nou ja, dat hebben wij ook nog niet van binnen gezien. Van hieruit werd Polen 6 eeuwen lang geregeerd. De Wawel is het symbool van de wereldlijke, maar ook van de kerkelijke macht. Dit is de ingang van de kathedraal. De beschermheilige van Polen wordt hier bewaard. Dat wil zeggen, zijn overblijfselen. Stanislaus. Via deze poort kom je bij de koninklijke vertrekken. Beroemd is de renaissancistische binnenplaats uit 1507. Voorbeeld voor talloze residenties van rijke patsers in de rest van Polen. In de Zygmunttoren was de studeerkamer van de koning. Dat Krakau ooit de hoofdstad van Polen was, is te zien aan het Collegium Maius. Het is de oudste universiteit van Polen, uit de 14e eeuw. In 1405 werd hier de eerste Europese leerstoel voor wiskunde en astronomie gesticht. Een van de beroemde studenten van hier is Copernicus. Er staat aan de noordkant van de stad nog een stuk oude stadsmuur met een bastion, de Barbaca, ervoor. Er ligt een brede groenstrook voor die bij ons waarschijnlijk al lang met huizen volgebouwd zou zijn. De binnenkant van de muur is overdag volgehangen met kunstwerken of reproducties. Een kleurrijk geheel, al doet het ook wel een beetje kermisachtig en in elk geval onhistorisch aan. We hebben Polen tot nu toe in niet meer dan in vogelvlucht gezien. We besluiten in de zomer terug te keren om nog eens wat meer van dit land te ontdekken.
Dansk. Wij kennen het als Danzig. Ook alweer zo'n littekenstad. De Hooglandse Poort. Die kennen we nog ergens van. Na de oorlog is het centrum herbouwd. Overal verraadt zich het Hanse verleden. Je kunt hier middeleeuwse restanten of replica's zien en je kennis van Amsterdamse geveltypes nog eens ophalen of etaleren. Ja, dat is niet veel. Het is geen toeval dat Danzig zo op Amsterdam lijkt. Niet voor niets werd de Nederlandse Oostzeehandel, waaronder die op Danzig, destijds de moedernegotie genoemd. Een beroemd monument uit die Hanse tijd is natuurlijk de 13e eeuwse torenkraan. Met twee enorme tredmolens binnenin werden de handelsschepen in- en uitgeladen. De economische speelfunctie van Gdansk is voor Polen nog steeds enorm belangrijk. Dat maakten de opstandige bewegingen tussen 1956 en 1989 iedere keer weer duidelijk. Een aanzienlijke verhoging van de vleesprijzen begin juli vormde de aanleiding tot de onrust in Polen. Na enkele stakingen in fabrieken brak half augustus op de Leninwerven in Gdansk een nieuwe staking uit. Inzet was nu niet alleen een fikse loonsverhoging, maar ook de vorming van een vrije vakbond zonder controle van de communistische partij. Op de werven van Gdansk werd onder grote spanning gewacht op de resultaten van de onderhandelingen met de regering. Via luidsprekers bleef men op de hoogte. Na keiharde onderhandelingen kregen de stakers op de meeste punten hun zin. Stakingsleider Walesa en vicepremier Jagielski ondertekenden een akkoord. De volgende dagen kwamen ook in andere plaatsen overeenkomsten tot stand. Maar de problemen waren nog lang niet opgelost. Zo ontstond er een slepend juridisch gevecht over de statuten van de nieuwe vakbond Solidariteit. Dit is niet die vroegere Leninwerf. Maar hier staat wel het monument slachtoffers van de opstanden van 56, 70 en 80, 81. We gaan naar het noordoosten, in de richting van het vroegere Oost-Pruisen. Halverwege in Mrakowo staat alles op zijn kop. Deze dagen is daar het jaarlijkse Country and Western Festival. Onder de communisten was dit natuurlijk ondenkbaar. Vandaar dat iedereen zo vrolijk is. Polen is heel erg katholiek. Zijn daarom die ooievaars zo druk in de weer? In Kettersien, of hoe je het ook uitspreekt, de Duitsers noemden het Rastenburg. Hier in de buurt is een stoeterij van zwaar gebouwde werkpaarden van rond 1000 kilogram. Dat is aan Arita wel besteed. Jacek, trzymaj odległość, nie goń.
Highness is gewiss. Vlak voorbij het vroegere Rastenburg ligt de Wolfschanze. Daar werd op 20 juli 1944 een poging gedaan om Adolf Hitler op te blazen. De Wolfenschans, Hitlers hoofdkwartier, diep in de bossen van Oost-Pruisen verscholen. Een bijna ondoordringbaar systeem van wachtposten. In januari 1945 naderden de Russen. De nazi's hebben toen zelf de boel opgeblazen. Dat is niet helemaal gelukt. En zo bleef er weer een litteken achter in het landschap van Polen. Op de fiets verkennen we Mazurië, het vroegere Oost-Pruisen. Er staan hier nog landhuizen en kastelen van vroegere Pruisische landjonkers, de meeste in deerniswekkende staat van verval. We hebben dan nog geen vermoeden van hoe het met ons eigen tentje eigenlijk gesteld is. Deze omgeving was tijdens de Eerste Wereldoorlog frontgebied. Russen en Duitsers bestreden elkaar hier op leven en dood. Een van de kiemen van de Russische revolutie werd hier gelegd. Nu wagen jongeren hier op een heel andere manier hun leven. 2, 1, 0, go! Van het drielandenpunt Rusland, Polen, Litouwen, dat de kaart ons belooft en waar de weg langs scheert, is niets te bekennen. Iemand met een beetje gevoel van geldzaken zou daar op zijn minst een fruitstalletje hebben neergezet. Maar nee hoor. Op de camping is zelfs geen douche of wastafel. Dit is echt een uithoek. Nog bijna dichtgeplakt. Volgens de campingbaas komen zelfs Duitsers hier niet. Want dit is buiten het voormalige Oost-Pruisen. Hier komen alleen nog Nederlanders, grijnst hij. Tussen hier en Suwałki in het uiterste noordoosten ligt het Suwałki Nationaal Park met meren, bossen, heuvels, vergezichten. Er loopt eigenlijk alleen een weg omheen, niet erdoor. Weg schakelt een reeks van kleine dorpen, gewoon bestaande uit één straat, aan elkaar.
Veel kerken hebben hier uienbollen en veel huizen zijn van hout. Bij Białowieża, of hoe je het uitspreekt, vinden we een vriendelijk onthaal bij iemand die de kampeerders zomaar in zijn tuin de ruimte laat. Hier aan de grens met Wit-Rusland ligt het Białowieski Nationaal Park, een laatste restje Europees oerbos. Dit land van littekens blijkt ook nog een stukje gave huid te hebben. In het bos wordt letterlijk alles op zijn beloop gelaten. Omgevallen bomen, afgerukte takken, blikseminslagen. Alleen enkele paden worden vrijgehouden. We zien woudreuzen van 50, 60 meter hoog, soms al 600 jaar oud. This one is about would we say 600, 700 years old. You weren't able to measure either. Er leven hier talloze dieren, zoogdieren, insecten, kevers. Vooral de muggen laten zich zien en voelen. Zij zijn niet beschermd, dus mogen ze ook in dit reservaat ongestraft doodslaan. In het nabijgelegen dorp keert de rode tsaristische baksteen terug in het hotel, de Byzantijnse kerk, het postkantoor. In het deel van het park ten zuiden van het reservaat loopt een vlonder en een pad van rondhouten stammetjes en hier en daar van afgedankte spoorbiels over een kilometer of vier dwars door een veel meer moerassig stuk oerbos. Varens, riet en grassen, onder niet minder indrukwekkende eiken en sparren. In dit oerbos schijnen nog wisenten, Europese bizons en wolven voor te komen in het wild. Vandaag krijgen we die alleen in een apart reservaat achter hekken te zien. Voor onze veiligheid is dat waarschijnlijk maar beter ook. Nog indrukwekkender dan dit bos is de gedachte dat een dergelijk bos ooit een groot deel van Europa bedekte. Het bergachtige zuiden van Polen trekt ons toch ook wel aan. En maar hopen dat het niet al te toeristisch is daar. Maar de lucht betrekt en we besluiten het één nacht aan te zien. En misschien hadden we dat niet moeten doen. 'S Nachts breekt een geweldig onweer los. En bij het wakker worden regent het nog altijd. Aan het eind van de ochtend beginnen zich waterplasjes in de voortent te vormen. Arita gaat met kampschop en waterloopkundig inzicht aan de slag. Na 24 uur regen wordt het eindelijk droog. Maar blijven is geen optie, alleen al vanwege de temperatuur. Zondagochtend, ook in Polen is het dan stil op de weg. We volgen de uitlopers van de Tatra. De weg glooit en kronkelt. Het weer is wat opgeklaard en we zien
hoe groen het overal is. Verdacht groen. Het water in de rivier de Dunajec heeft erg hoog gestaan. Het gras en de begroeiing van struiken aan de oevers is door de sterke stroming nog steeds vervormd en plat. Het stroompje dat nu de rivier vormt, oogt zo onschuldig en vreedzaam. Eigenlijk was het niet zo de bedoeling, maar we komen uiteindelijk terecht in Zakopane, toeristencircus. Het is net Valkenburg, op zichzelf een aardige plaats in een prachtige omgeving, maar vol toeristen en toeristenprullen. De hotdog- en hamburgercultuur, schreeuwerig, kermisachtig en moordenaarsdruk. Het lijkt de Kalverstraat wel. Stari Sac is een stuk oorspronkelijker als dorp. Een geweldig vierkant plein met Belgische kasseien. Dames, pas op uw naaldhakken, alstublieft. Het klooster in het dorp is dicht. Ongetwijfeld bereidt men zich ervoor op Maria Hemelvaart, morgen. Ons rondje door Polen zit er nu bijna op. Er zijn ons een paar dingen opgevallen. Het lijkt alsof dit land wemelt van de straatmuzikanten. En toch kom je dezelfde muzikanten vaak in verschillende steden tegen. Polen lijken ook dol op verkleden. Of is dat om al die littekens te verbergen? Vanaf hier gaat het weer richting huis. Langs de weg veel stalletjes met paddenstoelen en soms met stoepsnollen.